deze nieuwe video. Deze video is weer mede mogelijk gemaakt door jullie, door al mijn Instagram-volgers vooral. Want ik had me op mijn Instagram een foto geplaatst waarin ik aan jullie vroeg om jullie favoriete make-up. Ik wilde dus een make-up look maken met allemaal make-up die iedereen's favoriet is. En ik heb allemaal reacties gehad en ik ben al die make-up gaan kopen. Sommige had ik al, sommige heb ik dus echt nieuw gekocht, speciaal voor deze video. Ik vond het heel leuk om van iedereen te horen wat iedereen's favoriete make-up is, want jullie horen altijd van mij wat mijn favoriete make-up is en zo. Dus het was ook wel leuk om het een keer andersom te horen. Dus ik ga nou al deze make-up proberen van de make-up die ik dus nieuw heb. Ben ik heel benieuwd of ik ze ook fijn ga vinden. Ik hoop het wel en ik ga er wel van uit. Want jullie mening klopt meestal ook gewoon. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd. Ik ga ook alle namen oplezen. Sommige make-upjes zijn door een aantal mensen verzocht. Maar ik noem er altijd maar eentje op. Dus als ik één naam opnoem en dan van een make-up product die jij ook al had neergezet. Ik scroll er gewoon doorheen en ik pak gewoon de eerste beste naam die dat product zei. Dus wees vooral niet te beledigd als ik niet jouw naam noem. Maar in ieder geval, ja, dan gaan we gewoon snel beginnen. Nou, ik heb hier de Instagram post. Ik heb het al wel echt 3 weken geleden of zo geplaatst. Dus ik heb er wel echt heel lang over gedaan voordat ik deze video kon maken. Maar er waren zoveel video's die eerst moesten komen. Dus vandaar dat het heel even heeft geduurd. Maar vandaag staan we eindelijk zover. Nou, ik begin altijd mijn gezicht met primer. En ik heb ook gevraagd wat jullie favoriete primer is. Oh, wacht even. Ik ben vergeten dagcrème op te doen. Ik gebruik die van Lidl. Die moet wel even eerst. Anders is mijn huid super droog. Of vooral mijn neus. Wie heeft dat ook? Bij mijn neus is mijn huid anders of zo. Daar is hij altijd extra droog en extra schraal. Zo irritant. Oké, in plaats dat ik slim ben geweest en alles heb geprinscreend. Nee, ik heb niks geprinscreend en ik moet nou alles helemaal gaan scrollen en zoeken. Dus dit gaat eventjes duren. Maar gelukkig merken jullie daar niks van, want ik knip en plak alles. Dus. Oké, ik heb hier van Huda Laag Streepje Berkania Professional Primer van Benefit. Nou, die heb ik hier helemaal nieuw. Deze gebruikte ik in het begin van mijn YouTube carrière heel vaak. Maar toen was die op, want ik had de kleine gekocht. Ja, en die gaat best wel snel op. Dit is gewoon de normale. Dus ik heb hem echt al maandenlang niet gebruikt. Ik herinner me dat ik hem volgens mij wel gewoon fijn vond. Maar dat ik hem niet echt hier op mijn neus veel deed. Omdat het wel je huid een beetje droog maakte. Maar ik vond hem verder wel fijn. Dus ik ga hem nou ook gewoon weer opdoen. En deze is echt heel goed tegen de poriën. Dus ik doe het altijd vooral hier. En ook altijd een beetje hier bij mijn voorhoofd. Doe hem niet helemaal op mijn hele gezicht. Ik moet wel zeggen, deze maakt wel echt je poriën minder. Dus als je daarna op zoek bent, is de Benefit Professional echt geweldig. Oké, voor foundation heb ik niks nieuws. Maar een foundation die ik al had en heel vaak werd opgenoemd door onder andere beauty artist Chanel is de Estée Lauder Double Wear. Die heb ik en dit is ook zeker een favoriet van mij. Deze werd echt een aantal keer genoemd. Ook door bijvoorbeeld Jillian Westerling. Zij had deze ook genoemd en deze vind ik ook heel goed. Ik heb de kleur 3 en 2. Dus deze ga ik even aanbrengen. Wat ik ook vaak doe met deze foundation, want dit is een volledig dekkende matte foundation. Haar is ook echt mat, maar huid is heel droog. Dus ik wil hem niet zo super mat hebben. Ik mix het vaak met een druppeltje van de Revolution Baking Oil. En dan wordt hij iets minder mat en iets meer dewy. En dat vind ik altijd wel fijn. Dus dat ga ik nou ook doen. En ik breng de foundation gewoon altijd zo aan op de beauty blender. En dan doe ik er gewoon zo ook een druppeltje van deze bij. Echt maar 1 druppel. That's it. En dan breng ik het gewoon aan over mijn hele gezicht. Oh god, ik heb dus afgelopen weekend, zaterdag, had ik een wortelkanaalbehandeling. Ja, die bij ons is ook open op zaterdag. En nou als ik zo hier derp, doet mijn tand pijn. De wortelkanaalbehandeling is by the way gewoon niet gelukt. Dus ik heb daar 1,5 uur gezeten voor niks. En nou moet ik dit weekend dus weer terug om het weer overnieuw te laten doen. Dat is nou weer mijn geluk. Wie's wortelkanaalbehandeling lukt nou niet? Like, what the F? Hoezo lukt die niet? Maar ja, het was dus helaas niet goed gegaan. Echt zwaar KUT. Als ik weer een pompje doe, dan doe ik ook weer een beetje van die olie bij. En dan weer gewoon 1 druppel. Oh, ik heb by the way helemaal niet verteld waar ik alles heb gekocht. Deze van Benefit is gewoon te koop bij de Douglas. Deze van Estée is te koop bij Estée Lauder. Bij Hudson Bay heb ik hem gekocht. Als je echt advies wilt qua kleur, kun je het beste naar Hudson Bay of zo gaan. Want daar staat altijd iemand en die kan advies geven. Als je je kleur al weet, kun je deze ook gewoon kopen bij volgens mij Easy Paris.
En deze baking olie heb ik van beauty88.nl. Maar ik zet alle websites beneden in de beschrijving. Daar staat altijd alles wat ik gebruik en waar je het kunt kopen. Oké, nou is het tijd voor concealer. Een concealer die heel vaak werd gezegd was de Maybelline Fit Me. Ik wilde die gaan kopen. Helaas was die nergens meer in een fatsoenlijke kleur voor mij. Alle kleuren waren veel te donker. Dus helaas kon ik die niet kopen. Maar er was nog een concealer die heel vaak werd gezegd. En deze concealer had ik al. En dit werd onder andere gezegd door Ilse van der Hoofd. En die zei de Catrice Concealer. Dit is de Liquid Camouflage. Deze is geweldig. Het is echt een volledige dekking voor een super betaalbare prijs. Ik heb de kleur 015 Honey. Maar die is bijna op. Ik heb er ook hier eentje. Even kijken. En die is nieuw. En dit is in de kleur 020 Light Beige. Deze is iets te licht voor mij. Maar deze kleur was op en ik was te gierig. Ik moest per se die dag die concealer hebben. Terwijl ik hem nog steeds niet heb gebruikt, maar ja. Dus heb ik hem in die te lichte kleur gepakt. Maar ik vind het wel mooi als het onder wat lichter is. Dus ik ga ze even met elkaar mengen, want deze is echt bijna op. En ik weet niet of je deze kleur echt op veel plekken hebt. Want de kleur 015 Honey is er echt bijgekomen. Dus ja, die heb je helaas nog niet overal. En dus ook niet bij de kruidvat waar ik was. Kijk, hij is echt al bijna op. Ik moet er echt helemaal in graven. Maar ik ga er gewoon zo meteen nog even overheen met die andere kleur. En wat ik dus zo fijn vind aan deze concealer is omdat hij dus zo dekkend is en zo betaalbaar. Dus hij is echt niet duur. Deze is rond de 3, 4 euro of zo. Ik ga even de 020 eroverheen doen. En ik ben dus niet de enige die deze fijn vindt. Daar ben ik heel blij mee. Oké, kijk hoe smooth en mooi mijn basis eruit ziet. Echt, die primer is geweldig. Deze foundation is geweldig. En de concealer, echt. Deze drie zo samen is echt wowie. En door die olie is het ook allemaal niet mat. Ik vind deze basis echt geweldig. Ik ga heel even snel mijn neus contouren met de Benefit Hoola bronzer. Ben ik zo terug. Oké, dan is het tijd om te gaan baken. Dus met poeder. Siham 8782. Raden de W7 Banana Dreams aan. Die heb ik al. Iedereen die mijn video's vaak bekijkt, ziet dat ik altijd deze poeder gebruik. Ik was eigenlijk wel een beetje op zoek naar een andere poeder die goed zou zijn. Maar er werden niet echt andere poeders genoemd. Er werd wel een andere van Kat Von D genoemd. Maar om aan Kat Von D make-up te komen is super moeilijk. Dus ja, ik gebruik maar weer gewoon deze. En dit breng ik zo gewoon onder mijn ogen aan. Om de concealer goed te zetten en mooi mat te maken. En om het een beetje onder mijn ogen te verlichten. En ik doe het ook gelijk zo op mijn ogen, want daar heb ik ook concealer gedaan. En bij mijn kin en bij mijn voorhoofd doe ik echt maar een heel klein beetje. Want ik heb opgemerkt dat als ik hier heel veel doe en bij mijn kin het daar super droog wordt. Dus ik doe voortaan daar iets minder poeder. En ik haal het er weer gelijk vanaf. Oké, dan is het tijd voor oogschaduw. Pauline Geerlof gaf 2 oogschaduwpaletjes aan. Ze zei de Make-up Revolution in samenwerking met Sof Palette. Of de Make-up Revolution in samenwerking met Tammy. Ik heb allebei die paletjes hier al en ik vind ze ook allebei fijn. Alleen met die van Sof heb ik al wat vaker gespeeld dan met die van Tammy. Dus ik dacht, ik ga die gebruiken voor deze make-up look. Ik heb deze maar 1 keer gebruikt. Een paar weken terug. En ik vond hem volgens mij wel gewoon goed. Dus ja, ik ga hem nou gewoon weer gebruiken. En ik ga er gewoon weer iets moois mee proberen te maken. Kijk, deze kleurtjes zo mooi. Oké, ik ga vandaag niet te wild doen qua oogschaduw. Maar dat zeg ik altijd. En dan uiteindelijk was het heel wild dus. Oké, ik ga eerst deze kleur pakken als transitiekleur. En ik ga mijn AliExpress kwast gebruiken. Die ik had getest in de AliExpress kwastenvideo. Deze vond ik heel fijn, dus ik ga hem gewoon weer gebruiken. En dit doe ik gewoon zo in mijn hele akkaardboog. Dan ga ik deze twee kleuren met elkaar mixen. Het lijkt heel raar om die twee te mixen, maar ik denk dat dit wel een mooie kleur wordt. En die ga ik dan weer daar aanbrengen, maar dan ietsje eronder. En ik ga ze gewoon letterlijk zo mixen. Ik ga er gewoon doorheen, door allebei heen met mijn kwast. Ik denk wel dat dit apart wordt. En dan met een fluffy kwast heb ik weer die transitiekleur gepakt die ik als eerste heb gebruikt. En die ga ik weer gebruiken om de randen een beetje
uit te blenden. Oké, en dan pak ik deze glitterkleur en die ga ik op mijn hele ooglid doen. Ik ga geen cut crease maken vandaag. Ook echt fijn dat hier een spiegel in zit. Dat is echt altijd fijn. Oké, ik heb nou wel een beetje fallout hier. Dat had ik met de matte kleuren niet, dus dat is handig om te weten. Deze kleur is echt heel mooi, zo heel mooi warm. Ik heb mijn kwast ook nat gemaakt met een setting spray, dat doe ik altijd. En dan pak ik deze iets meer rood-bruine warme transitiekleur. En die ga ik in mijn transitie doen om de twee kleuren in elkaar uit te blenden. Zo wordt de overgang van de matte kleuren en de glitterkleuren iets meer, iets mooier. En gaat het gewoon mooier in elkaar over. Oké, ik wil het toch nog iets donkerder hebben, dus ik ga deze donkerbruine kleur weer precies op die plek doen. En dan pak ik weer die eerste transitiekleur en blend ik het weer allemaal uit. Echt, als je veel kleuren gebruikt, je moet gewoon blijven blenden, totdat je doorgaat. Oké, we gaan zo weer verder met de ogen. Eerst eyeliner. Nou, qua eyeliner werd niet heel veel genoemd, dus ik had niet heel veel keuze. Maar alweer van CM 8782, zij heeft echt super veel make-up geplaatst, vandaar dat zij nou twee keer wordt genoemd. Zij zei de eyeliner, de liquid eyeliner van Essence, blauwe verpakking, waterproof, blijft echt goed zitten. Ik denk dat zij dus deze bedoelt. Dit is de Essence Superlast Eyeliner Waterproof. Dus ik ga deze proberen. Deze heb ik nieuw. Die heb ik dus speciaal gekocht. Ik vind hem er heel raar uitzien. Hij is zo gebogen. Dit heb ik nog nooit gezien. Hij is ook gewoon, is hij zacht? Ja, hij is gewoon zacht. Daar ben ik heel blij mee. Ik hou niet van harde puntjes. En hij is zo gebogen. Maakt hij het dan makkelijker? Ja, ik hoop dat hij het makkelijker maakt. Dus ik ga het gewoon proberen. En ik maak weer gewoon een winged eyeliner. Nou, de wing ging heel makkelijk. Ik vind hem tot nu toe fijn. Hij beweegt alleen wel iets te veel mee. Het is ook echt nooit goed, hè. Is hij hard, is het niet fijn. Is hij te zacht, is het ook weer niet fijn. Ik ben echt altijd super moeilijk qua liquid eyeliners. Ik vind echt bijna nooit eentje echt super fijn. Maar deze is tot nu toe best oké. Hij is ook gewoon heel zwart. Hij is mat. Daar ben ik ook blij mee. Nou, dit ging echt heel goed. Het is wel even wennen dat hij zo gebogen is, want je weet niet goed of je dan zo het beste kunt doen of zo. Of het is een beetje kijken naar wat het makkelijkste is voor jou, maar ik vind het tot nu toe. Hij is heel fijn, hij is heel zwart, hij droogt ook mat op. Daar ben ik heel blij mee. Ik hou niet zo van die glans. Nou, de wing zit erop. Deze is natuurlijk weer iets dikker dan deze. Het kan nooit gewoon gelijk zijn. Nooit wil dat lukken. Dus vandaag ook weer niet. Ik vind hem wel heel fijn. Ik kan al wel voorspellen dat niet iedereen deze fijn gaat vinden. Hij is vooral niet beginnervriendelijk, want hij beweegt heel veel. En er komt best wel veel liquid vanaf, dus je kunt al heel snel een fout maken. Als je echt een beginner bent qua dit, dan zou ik echt gaan voor de HEMA Eyeliner Pen. Die is wel beginnervriendelijk. Ik zou deze alleen aanraden aan de mensen die weten hoe ze een winged eyeliner moeten maken. Of hoe ze überhaupt dit kunnen doen. Oké, tijd voor mascara. Ik heb hier laagstreepje Luna, laagstreepje X. Die zegt de NYX Worth the Hype mascara. Dus die heb ik gekocht. Deze had ik nog niet. Dit is dus de NYX Worth the Hype mascara. Deze is ook vrij nieuw in hun collectie. Dus ja, ik ga deze proberen. Hopelijk is hij fijn. Ik heb niet heel veel wimpers en ze zijn niet heel lang en ze zijn echt dramatisch. Maar ik kan toch altijd wel een beetje zien of een mascara goed is. Dus ik ben benieuwd. Oké, dus zo ziet hij eruit zonder de verpakking. Het is een beetje een vrij normale mascara. Niks raars aan. Het borsteltje is super dik. Ik hou normaal niet zo van deze hele dikke borstels, maar ik ga het gewoon proberen. Oké, ik heb hem nou hier gedaan en hier niet. Ik vind hem echt super fijn. Hij is gewoon, ondanks dat hij zo dik is, dat vind ik normaal niet fijn. Hij maakt mijn wimpers niet klonterig, plakkerig of heel dikkig. Ze zijn gewoon echt heel lang geworden, ondanks dat mijne heel kort zijn. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar hier is dus niks. En hier dus wel. Als ik omhoog kijk misschien. Hier wel, hier niet. Hij maakt echt heel lang en ik vind het echt heel mooi. Ik denk dat als je mooie wimpers hebt, deze echt heel mooi gaat zijn voor jou. Ja, ik vind hem echt
Goed, nou even het andere oog. Nou, ik heb ook gelijk nep wimpers opgedaan. Zoals je alvast kunt zien, dit zijn eigenlijk mijn meest extreme wimpers. Maar oké, deze zijn van AliExpress. Er staat weer niet meer op de doos welke deze precies zijn. Maar gewoon zoeken op 3D minklashes. En dan vind je allemaal dit soort wimpers. Nou is het even tijd om mijn oogschaduw af te maken onder mijn oog. Ik ga deze bruine kleur mixen met deze oranje kleur. En dat doe ik onder mijn oog. En dan pak ik deze gele glitterkleur voor in mijn binnenste ooghoek. En dan pak ik deze nude glitterkleur en die doe ik onder mijn wenkbrauw. Nou, dan ben ik klaar met dit paletje. Ik vind dit paletje echt top. Vooral voor de prijs. Hij is like 10 euro. Hij is echt geweldig. Ik heb deze gewoon van de Revolution website. Zoek even bij Google op Shop Revolution Beauty. En als je dat doet, dan kom je gewoon meteen op de website. Ze shippen gewoon naar hier toe zonder extra kosten of wat dan ook. Dus je kunt daar gewoon vrij en blij bestellen. Daar is ook alles van Revolution en hun make-up is echt meestal top. Dus deze vind ik ook echt heel mooi. Nou, dan pak ik weer mijn NYX mascara voor mijn onderste wimpers. Maar god, deze mascara is zo fijn. Zelfs op de onderste wimpers maakt hij echt heel mooi. Het is wel heel dramatisch. Dus dit is geen alledaagse naturel mascara. Hij doet me echt heel veel denken aan de Benefit Bad Girl Bang mascara. Qua kwastjes lijken ze totaal niet op elkaar, maar wel qua werking. Dus als je deze te duur vindt, want deze is 30 euro volgens mij, dan is deze zeker iets voor jou. Deze is rond de 10 euro, 8 euro. NYX is nooit heel duur. NYX is nooit heel duur. NYX is nooit heel duur. Sommige mensen zeggen dat je het per se als NYX moet uitspreken. Maar ik hoor ook gewoon mensen hier het als NYX uitspreken. Dus ik zeg gewoon NYX. Nou, het gaat tot nu toe echt geweldig. Ik vind de make-up om, vooral mijn basis. Oh, die poeder, die foundation. I love it. Het is zo mooi. Oké, Maaike van Zoelen zegt MAC bronzer. MAC Cosmetics heeft heel veel bronzers. Maar ik weet toevallig van eentje. Die is echt heel bekend en vindt iedereen heel fijn. En dat is de MAC Mineralize Skin Finish in de kleur Give Me Sun. Dus die heb ik gekocht. Ik hoop dat die fijn is, want MAC is echt duur. Dit kost eigenlijk 30 of 40 euro. Echt een belachelijke prijs, maar je doet er wel heel lang mee, want hij is heel groot. En zo ziet hij eruit. Heel mooi. Ook een spiegeltje is ook heel fijn. Dus ik ga even hiermee bronzen. Volgens mij is hij mat of is hij niet mat? Nee, volgens mij is hij... Nee, deze is niet mat. Dus dan weten jullie dat. En voor de mensen die nou voor de eerste keer op mijn kanaal zijn, ik bronz altijd heel veel. Ik ga eerst even hier bronzen om het verschil te kunnen zien. Want ik was aan het twijfelen tussen twee kleuren en deze was dus de iets lichtere. Dus ik hoop dat die niet te licht is. Oké, nee, hij is zeker niet te licht. Oh my god. Kijk het verschil met hier en hier. Hier ben ik echt zo'n bleek scheetje en hier ben ik nou mooi gebronsd. Oh my god, deze is echt heel mooi. En dit is dus de kleur Give Me Sun. Deze werd echt altijd overal benoemd, maar ik haalde hem nooit, want MAC is gewoon zo duur. En ja, om 30, 40 euro te besteden aan één bronzer, ja, dat heb ik nou toch gedaan. Ik vind hem wel echt heel mooi. Of je het nou waard is, ja, het is wel heel veel geld, maar wauw, ik vind hem echt heel mooi. En hij blendt ook echt heel makkelijk. Ik ben echt allemaal veel moeite aan het doen, maar het hoeft eigenlijk helemaal niet. Ik weet niet waarom ik helemaal zo... Ik vind hem gewoon mooier dan de Benefit Hoola bronzer. En dat was tot nu toe echt mijn nummer 1. Nou, nu ik heb gebronst, gaan we dus een beetje blush aanbrengen. Jamie Giuffra, ik hoop dat ik het goed uitspreek, I don't know. Zij Milani Baked Powder Blush in de kleur Luminoso, my favorite. Dus ik heb die gekocht. Dit is dus de Milani Baked Blush in de kleur Luminoso. De kleur Berry Amore heb ik al. Deze vind ik echt super fijn. Dit is mijn nummer 1 blush. Echt, er is geen enkele blush die hier ligt die ik beter vind dan deze. Als ik maar één blush mocht hebben in mijn leven, was het deze geweest. Deze is zo mooi. Echt, I can't. En hij past bij elke look. Dus, toen zij deze zei, was ik hier heel benieuwd naar. Aangezien ik al zo blij was met die andere. En deze is dus een andere kleur. Deze is iets meer matachtig. Hij is niet mat, maar meer matachtig. Oh, kijk hoe mooi. Ik ga even het verschil laten zien tussen de twee. Kijk, dit is dan het verschil. Deze is Berry Amore en deze is Luminoso. Luminoso. Oh, daar komt wel echt heel veel vanaf. Jullie zijn echt geweldig. Jullie hebben echt smaak. Deze is echt mooi. Oh my god.
Deze is iets heftiger dan de Berry Amore. Dus als je het iets meer subtiel wilt hebben, is denk ik die andere kleur beter. Maar dit is echt mooi. Deze kleur is ook iets meer peachy en die andere is meer rozig. Echt, Jamie, geweldig. Deze is echt mooi. Ik snap dat dit jouw favoriet is, echt. Oké, ik ga nog een beetje van de W7 poeder hieronder aanbrengen. Om het iets strakker te maken. Oh, de blush is by the way iets rond de 10 euro en is te koop bij beauty88.nl. Dat is beauty88.nl. Maar nogmaals, alles staat in de beschrijving. Nou, toen ik dus deze post had geplaatst op mijn Instagram, werd ik echt gelijk doodgegooid met iedereen's favoriete highlighter. En eentje die echt maar continu terugkwam. En die ook de Sophie Bogert of Bogert heeft aangeraden. Highlighter van MAC, soft en gentle. Jullie allemaal met jullie MAC? Dat is kei duur, man. En ik was bij MAC, bij Hudson Bay. En dat meisje zei ook gelijk, dit is echt heel mooi. En dat ze er al echt jaren mee doet. Of een jaar. Misschien overdrijf ik nou. Maar ze had hem al zeker een jaar, volgens mij. En zij vond hem ook heel mooi. En aangezien like 10 of 20 mensen zeiden dat ze deze het mooist vinden, moest ik hem wel halen. Ook deze is weer super duur. Volgens mij is deze 30 euro. Nou, zo ziet hij eruit. Echt door al die lichten hier kun je het niet echt heel goed zien. Nou, ik heb heel even een beetje ingezoomd, zodat jullie het wat beter zien. Dit is hem dus. Best wel mooi. Het is een beetje een rozige champagne highlighter. Nou, ik ben echt heel benieuwd hiernaar. Aangezien iedereen hem geweldig vindt. Dus ik hoop ik ook. En ik gebruik weer mijn Morphe S R36 highlight kwast. Er komt wel echt heel veel poeder vanaf als je erin gaat. Ik ga even mijn kwast nat maken met een beetje essence spray. Wow, dan is hij echt heftiger. Ik vond hem net niet heftig genoeg. Maar als je je kwast nat maakt. Wauw. Echt heel mooi. Echt, mensen, maak echt je kwast nat. Want anders gaat hij echt teleurstellen. Tenminste, vond ik. Maar ik hou weer van echt heel heftig. Ik moet wel zeggen, hij is echt heel poederig. Kijk, hier helemaal komt al die poeder. Ik heb weer een beetje ingezoomd hiervoor. Kijk, al die poeder eromheen. Oh my god. En ik doe ook een beetje op mijn neus. Ik moet zeggen, ik vind hem echt heel mooi. De kleur is echt wowie. Het is echt een beetje roze champagne. Of ik deze 30 euro waard vind? Nee, totaal niet. Ik heb hier echt een paar goedkope in mijn la liggen. Die echt misschien zelfs iets beter zijn. Maar vind ik hem mooi. Ik vind hem echt prachtig. Hij is echt heel mooi. I like it. Ik ga hem zeker vaker gebruiken. Dus iedereen, thanks voor het aanraden van deze. Hij is echt heel mooi. En dan heb ik weer Huda laagstreepje Berkania die aanraadt lippen NYX Sandstorm. Dus ik heb hier NYX Sandstorm. Dit is de NYX Liquid Suede Lipsticks. En dan in de kleur Sandstorm. Dit is een beetje een bruinige nude. Hij lijkt echt heel mooi. Dus ik ben benieuwd. En zo ziet dan de applicator eruit. Gewoon vrij normaal. Wauw, super mooie kleur. Dit is echt de perfecte nude voor mij. Ik weet niet of je echt mat opdroogt. Aangezien het een liquid suede is. Cream lipstick. Ja, er staat gewoon cream lipstick. Dus dan wordt hij waarschijnlijk niet super mat. Ik denk misschien wel een beetje omdat het wel een cream lipstick is. Maar ik denk niet heel veel. Wauw, echt. Jullie hebben echt geweldige producten aangeraden. Ik ben hier zo blij mee. Oh my god. Ik heb deze lipstick. Ik had die al. Maar dit was, is de kleur Duke's Murmur. Of zo. Dit is ook een nude-achtige kleur, maar iets meer richting de paars. Deze is ook echt een geweldige dupe voor MAC Twig. Deze twee lijken echt heel veel op elkaar. Dus als jij MAC Twig heel mooi vindt, maar hem te duur vindt, deze is geweldig. Maar deze vind ik ook mooi. Oh, nou is hij een beetje opgerookt. Hij is inderdaad niet heel mat. Het is een beetje een suede, dewy mat. Dat vind ik heel fijn, aangezien mijn lippen heel droog zijn. Hou ik niet van een complete mat. En dan heb ik als laatste aangeraden door Marije laagstreepje Twente. En dat is de Ethos Fixing Spray. Zij vindt die heel fijn. Dus ik ga die proberen. Dit is de Hydrating. En deze is 5 euro. En ja, obvious te koop bij de Ethos. Ik heb deze volgens mij heel lang geleden gebruikt. Deze was echt een hype, maar ik weet het niet meer zeker. In ieder geval, of ik hem heb gebruikt of niet ooit, ik weet niet meer wat ik ervan vind. Dus ja, ik ben benieuwd. En ik vind het heel fijn dat hij hydrateert. Tenminste, dat is wel wat hij claimt. Want ja, droge huidissues. Hij ruikt niet echt naar iets. Ik lieg. Hij ruikt heel lekker. Oké, ik heb nog nooit iets gehad wat zo irritant spuit. Oh my god.
Oké, ik ga even mijn probleem vertellen met deze spray. Hij ruikt super lekker, maar als je sprayt, dus je zit zo en je hebt je ogen dicht. Als je sprayt, draait dit ding gewoon. Dit ding draait. Dus hij sprayt naar overal, behalve op jouw gezicht. Dat is echt heel irritant. Plus vind ik de spray best wel zwaar om in te drukken. Nee, ik vind hem niet fijn. Sorry, echt. Dit was het laatste product en dan is net deze niet goed. Echt, alles was geweldig behalve deze. De geur is echt geweldig, maar hoe die sprayt, het is te veel struggle. Hij draait steeds. En als het op je gezicht komt, is het echt zo bleh op je gezicht ineens. Nee, ik vind het niet fijn. Helaas. Nou, dit was dan het einde van de video en het einde van deze mooie look. Ik vind hem echt geweldig. Iedereen super bedankt voor het meedoen. Als je wilt meedoen met dit soort dingen, volg me dan op Instagram. Want daar plaats ik altijd van alles. En ik heb nu al een aantal video's gemaakt waarin jullie hebben gekozen. Dus volg me vooral ook daar als je mee wilt doen aan dit soort dingen. Echt, de look is echt, ik ben er zo blij mee. Vooral mijn basis is echt wowie. Deze blush, highlighter, foundation, primer, geweldig oogschaduw, mascara, lipstick. Het enige wat ik minder vond was die etelspray. Echt te veel struggle, hij werkt gewoon niet mee. Voor de rest echt geweldig. Deze lipstick ook super mooi. Als ik jouw naam niet heb genoemd en je wel mee hebt gedaan, geloof me, ik heb het wel gezien, maar ik kan gewoon niet iedereen opnoemen. Dus blijf vooral gewoon meedoen. En ja, ik ben echt super blij hiermee. Ik heb ook echt een paar dingen ontdekt die echt wow zijn. Zoals die MAC bronzer. Geweldig, deze lipstick, deze blush. Echt, wauw, ik ben zo blij ermee. Ik ga het zeker vaker gebruiken. Iedereen super bedankt nogmaals. Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke woensdag en zondag om 1 uur. Af te komen hier en daar wat extra video's. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doei!